Ik denk dat wij alle drie al momentjes hebben gehad dat we dachten: oh mijn god, wij staan hier gewoon de originele choreo aan te leren. Of zo zinnetjes te zeggen die toch wel eigenlijk identiek hetzelfde zijn. En dat zijn zo van die besefmomenten dat je denkt: wauw, wij mogen dit ook gewoon gaan doen. Dus ik denk dat wij alle drie wel heel dankbaar zijn dat het nu eindelijk zover is en dat we het mogen gaan spelen. Hey, stop! Zijn jullie wolven? Zet je zot, de wolf! Ha! Zie we eruit als de wolf! Wij zijn toch geen wolven! Marie, je bent volop aan het repeteren voor de musical De Drie Biggetjes. Hoe loopt het? Ja, jullie hebben het daarnet zelf kunnen zien. Ik denk wel vlot. Ik hoor ook vaak dat het vlot gaat. Dat we een klein beetje voorlopen op schema, dus dat is alleen maar goed. Maar je doet het ongelooflijk goed. Ja, is dat zo? Het was de eerste keer dat we de scène echt volledig met iedereen en alles erop en eraan deden en tekst en zo. Dus dat blijft voor iedereen altijd een beetje zoeken, maar we hebben vooral heel veel plezier. We willen anders zijn en dat kan vandaag, want het kan nog overstijgen. Vieren wij zo graag. Vieren van het bos, hier zijn jullie gastvrouwen van het gemaskerde bal. Mijn herinnering is dat ik zo'n video had met die musical op en ik heb die echt gewoon keiveel bekeken. En dat was voor mij echt ja, mijn lievelingsfilm op dat moment. Als kind was ik echt zot van die musical. Ik vond die muziek super mooi, ik vond dat verhaal super tof, ik vond die wolven de max. Dus ja, het is zoals Julia zegt, het is gewoon heel nostalgisch en heel onwerkelijk om juist hetzelfde nu te doen en te beseffen van... Oh, klein Hanneke had dit fantastisch gevonden, dus ja. Ik denk dat de muziek een klein beetje gepimpt is. Misschien is dat een slecht woord, maar wel iets moderner gemaakt. Toegankelijker voor het publiek van nu, want in die 20 jaar zijn de kinderen, wat ze meemaken dagelijks, enorm veranderd natuurlijk. En ja, het is er een beetje op afgestemd, toch? Het is wel zo dat het verhaal is meegegaan met de tijd ook wel een beetje. En je voelt ook wel aan ons nu als big dat wij... niet zijn hoe dat zij als big waren vroeger. We zijn ook qua karakter totaal anders. En je merkt dat ook wel bij de wolven. Weet je, je hebt nog altijd wel de slimme en de stoere en de domme. Maar ja, Michiel, Louis en Giovanni, die vullen dat ook weer op hun eigen manier in, waardoor dat het toch een andere wink krijgt, het verhaal. En dat merk je ook gewoon bij Baltimore en bij Louis de Vos, want eigenlijk Peter speelde toen een wolf. En nu is hij eigenlijk de vader geworden. En dat zit daar gewoon in. En ik vind dat zo mooi om te zien dat hetzelfde verhaal toch iets helemaal anders krijgt met andere personages of zo. De carnaval stopt. Ha, ha, ha. Oh, stop! Zijn jullie wolven? Nee, natuurlijk niet. Aldo, wij zijn toch... Verkleed! Wij zijn verkleed zoals dat hoort op een echt gemaskerd bal. Ja. Ja, nee, jullie zien er inderdaad niet uit als wolven. Het is carnaval, iedereen wil anders zijn. Het is fantastisch, hè? Ja. Want hij is iconisch voor ons, maar we weten nu ook al dat dat iconisch gaat zijn voor de nieuwe generatie die eraan komt. En ik denk dat er heel veel ouders zin hebben om die musical opnieuw te gaan herbeleven met hun eigen kinderen. En wij hebben zin om ja, voor die mensen te spelen. Hè. Ja, maar het is ook soms moeilijk om tijdens de repetitie niet te zeggen ja, maar toen was het zo. Ja. Want eigenlijk willen we dat niet doen. We willen wel ons eigen ding ervan maken met de legendarische moves en weet ik veel wat van de vorige wolven. Dus het is zo wat zoeken, de balans tussen hoe iconisch was het en, en hoe moet het als nieuwe wolven zijn. Je moet komen kijken omdat het één een spektakel gaat zijn. Het decor is fenomenaal gemaakt, vind ik. En ja, gewoon alle klassiekers komen terug naar voren. En de cast is gewoon, vind ik zelf, echt geweldig. En ook het ensemble. Een kameel in de woestijn wil rijden met een vis. Iedereen wil anders zijn.